Goedemiddag iedereen. We zijn hier vandaag op de Blauwe Molen in Nieuw-Rode. We gaan een video maken omtrent het vangen van grote kerpers met een vaste hengel. We gaan ook een beetje meer kijken naar welke montages, welk aas, welke hengels en dergelijke wat we allemaal gebruiken. Ook het klaarmaken van paste en dergelijke zal ter bod komen. De vijver waar wij hier vandaag zitten is eigenlijk meer een vijver die wordt gebruikt door de kerpervissers met de lancee. Maar het is altijd een sport, denk ik, als vaste stokvisser om die grote vissen ook te kunnen landen met de vaste stok. Vandaar gaan we vandaag hier proberen om toch enkele dikke vissen het net in te krijgen. Ik ga jullie een beetje meer uitleg geven over de montages die ik gebruik voor het vissen op grote vis. Ten eerste natuurlijk ja, elastiek, super belangrijk. Daarvoor kies ik steeds voor de slick elastiek, 2.2, 2.4, 2.6. Deze zijn de dikste in de serie dat we hebben, maar ideaal om die grote kerpers te baas te kunnen. Natuurlijk voorzien van een Dacron connector, de large, die past perfect op deze elastieks. Ook qua draadkeuze ga ik steeds voor de Power Micron. Vandaag vissen we met een 20-honderdste en heb ik zelfs twee lijnen met de bol staan om 23.4. Ook de dikste in de serie, maar voor vissen tot 5 tot 10 en soms zelfs meer, die kunnen deze wel aan. We hebben ook de nieuwe side puller beads van Matrix die net uitgekomen zijn. Die ga ik ook een beetje laten zien van hoe dat die werken. En wat ook zeer belangrijk is voor het vissen met paste, is neem steeds een grote haak. Een haak 10-12 kan steeds gebruikt worden. En ook een haak die iets dikker is, zo blijft de paste veel beter aan je haak hangen. Wat is heel belangrijk als we vissen met een strakke hengel? Ik zie heel veel mensen nog altijd, naar mijn mening, op de verkeerde manier vissen. En dat is ze gaan aanslaan en ze gaan trekken aan hun hengel. Op deze manier gaan we de hengels zoals de MTX-serie natuurlijk kapot krijgen. Andere hengels natuurlijk ook. Wat is heel belangrijk? Dat is als we een vis aanslaan, dat we de vis het werk laten doen en eigenlijk op de rek laten zwemmen. Weer een schub, maar deze zal toch wel naar de 11-12 kilo gaan. Dus het zijn deze vissen waarvoor we het doen. Hè. Hier waren we naar op zoek en dus gevonden. Even een beetje meer uitleg over de hengels waar ik aan de slag mee ga tijdens het seizoen. We hebben eigenlijk 6 soorten hengels binnen de MTX-serie. Namelijk de MTX 1 en 2 Power, MTX 3 en 4 Ultra, de MTX Power 11 meter en als aanvulling de laatste nieuwe Margin. Wat is eigenlijk het verschil tussen deze hengels? Namelijk de Margin, de Power, de 1 en de 2
We zijn eigenlijk gemaakt voor de grote vis, voor korter te vissen. Deze hengels zijn iets minder strak dan de 3 en de 4, maar wel sterk genoeg om de grote vis te baas te kunnen. Vandaag ben ik eigenlijk bezig met de MTX4, een beetje de Rolls-Royce van de Matrix. Is een hengel eigenlijk 16 meter, is een hengel die zeer strak, zeer licht is. Maar we gaan vandaag toch laten zien dat deze ook de krachten van grote vissen aan kan. Vandaag ben ik ook aan de slag met de Power 2 kit. Dit is eigenlijk de sterkste kit in de serie van de MTX. Deze is eigenlijk voorzien voor de dikke vis en elastieke tot 2,6 tot maximum 3 mm hol. Waarom pak ik deze ook vandaag? Gewoon omdat we op heel dikke vis van 5 tot 10 kilo bezig zijn. Origineel op de MTX 3 en 4. Deze zijn voorzien van Power Kit Ultra. Ook heel sterke kits, maar we voelen wel een verschil tussen de Power Ultra en de Power 2. Dit ligt hem gewoon aan de sterktheid, de sterkte, de kracht van de kit. En vandaar vandaag op Power 2 kit, omdat we toch op heel dikke vissen bezig zijn. Het is heel belangrijk om bij het vissen met de bol steeds een lange dobber met een lange bovenantenne uitloren dat die eigenlijk zo boven het water komt te staan. En op deze manier kun je perfect kijken wanneer je een goede aanbeet hebt of wanneer je bol van de haak lost. Hoe kan je dat zien? Als je bol van de haak lost, dan gaat die steeds zo terug omhoog komen, waardoor je pen volledig uit het water komt. Dus zo heb je een duidelijk overzicht van oké, mijn bol is gelost. Anderzijds, als je dobber zo zou staan, met maar een halve centimeter boven water, je krijgt een lijner, je dobber gaat steeds onder water en je gaat heel veel op lijners aanslaan. Heel belangrijk om de dobber zo te zetten. Op deze manier, als de vis een lijnzwemmer komt, kan je wachten tot die beet volledig ondergaat. Net met de MTX4 hengel, 13 meter, nieuw plaatje gemaakt. Met de bol Vitella, dit mooie exemplaar gevangen. 11,3 kilo. Dit zijn de vissen waar we voor doen. Oké, ik ga jullie een beetje meer uitleggen hoe ik mijn paste of deeg, zoals jullie het noemen, klaarmaken. Vandaag gaan we een paste aanmaken met een oranje-rode kleur. Hoe ga je te werk als je iets wilt toevoegen? Je neemt eigenlijk gewoon dezelfde hoeveelheid water. Zet die even in de kuip. Dan nemen we ons productje. Momenteel heb ik gekozen voor het Vitella product van Dreambait. Het is eigenlijk een product dat vooral fruitig en toch een zuurige kant heeft. En we gaan dit eens toevoegen in onze bol. Even pakken. Dus we gaan dat aanvullen. Zo. Klein beetje water toevoegen. Voilà. Dan gaan we dit in de kuip doen en dan ga je al kunnen zien dat het water. Voilà.
perfect oranje ziet. Nog een beetje roeren dat zeker overal zit. Dezelfde hoeveelheid paste toevoegen. Dat is wel iets minder dan een volledig potje. Die voegen we toe. En terug roeren. En dan ga je van in het begin zien dat die paste al mooi oranje wordt. Ook weer hier goed kijken dat alle bestanddeeltjes goed onder het water zijn. Voilà. Dat ziet er goed uit. En deze laten we ook hetzelfde als de andere 25 minuutjes en een half uurtje staan. En dan zal deze ook klaar zijn voor gebruik. Op deze manier zien we een duidelijke verschil in kleur. Plus dat deze natuurlijk ook een smaakje mee heeft. En tijdens wedstrijd kan dat wel eens een verschil geven als je kunt afwisselen tussen twee verschillende deeg. Misschien een beetje meer uitleg over, over het deeg zelf. In de winkels zijn er enorm veel verschillende merken die uitkomen met een one-to-one paste. Deze zijn allemaal zeker heel goed en allemaal op dezelfde manier te gebruiken. Maar als je graag zelf een beetje experimenteert van ik zou graag een bol hebben die ik zelf heb en niemand anders. De tips die ik ga meegeven is probeer zoveel mogelijk te starten met een 50-50 van helft expander, helft pellets. Waarom doen we dat eigenlijk? We hebben die drijvende korrel die hebben we nodig om je bol eigenlijk heel luchtig te maken. Voor mij, als ik zelf een bol probeer te maken, met eenders welke pellets, drie belangrijke punten waar ik altijd naar kijk als ik hem test, dat is één, hoe lost hij op? Lost hij heel snel op? Blijft hij er lang aan hangen? Ook een verschil tussen oplossen en afbrokkelen. Als je bol veel te grof is, dan gaat hij veel te snel oplossen. En dat is ook niet altijd heel goed. Dus daar een beetje het evenwicht zoeken tussen hoe lang moet mijn bol aan de haak blijven hangen. Een tweede belangrijk punt is als je hem in het water gooit, dat je goed kan kijken dat de bol werking geeft. Dus van die belletjes of tintelingetjes dat boven komen, dat wil zeggen dat je bol heel goed werkt en dat de vissen een beetje nieuwsgierig wordt naar wat er allemaal gebeurt daar beneden. En het laatste puntje eigenlijk, wat ik ook nog belangrijk vind, is als die bol in het water ligt in een emmer thuis en je beweegt die een beetje met je vinger, dat je goed kan kijken dat hij een wolk afgeeft. Maar wat belangrijk is voor mij, is dat die wolk zeer laag blijft. Waarom? Als die wolk veel te hoog komt, dan gaan die vissen natuurlijk op die partikels die hoger komen ook in beginnen zwemmen en dan ga je meer en meer zwemmers krijgen in plaats van bijters. Dus vandaar, zorg ervoor dat die wolk laag blijft. Ik hoop dat jullie met deze drie tips voor het maken van bol aan de slag kunnen. En hopelijk vangen jullie daar heel veel vis mee binnenkort. We hebben nu weer een mooie kerpraam. En zoals ik er straks zei, ben ik met de MTX4 aan het vissen. Eigenlijk een hengel die zeer strak, zeer licht is. En op zich niet echt de beste keuze zou zijn voor heel dikke vis. Maar wat heel belangrijk is als je met lichte, strakke hengels vist, is dat je je elastiek een beetje aanpast, dat die vis eigenlijk op die elastiek kan zwemmen. En dat we niet echt super hard aan die hengel gaan trekken. Als die vis nu wat meer opzij gaat trekken, dan ga ik gewoon met de hengel een beetje mee. En zo spaar je toch eigenlijk de kracht op de hengel. Wat ik nog heel veel zie is dat mensen proberen die vis naar hun toe te trekken. Mensen die aan hun hengel beginnen te trekken om die vis echt naar hun te krijgen. Maar het resultaat is meestal hoe harder je trekt, hoe harder de vis gaat zwemmen. Dus ik probeer altijd mijn rek een beetje aan te passen, dat die vis puur op die rek kan zwemmen. En zo komen die ook wel binnen. En zo is het ook haalbaar om met een lichtere hengel op mooie vissen te gaan vissen. Het belangrijkste, wat voor mij het superbelangrijkste is aan vissen op grote vis, is mijn kit. Zoals ik nu de Power 2 kit heb gemonteerd. En nu komt eigenlijk het meeste kracht op mijn hengel. Maar deze kit is zo sterk dat deze die grote vissen zeker aan kan. En hier kunnen we wel aantrekken. Een beetje
alles doorheen, denk ik. Maar nee, het is een beetje alles doorheen, niet? Wel weer een mooie. Een mooi schip. Mijn netje wordt te klein. We hebben ook in de loop van de dag gezien dat ik enkele keren van plaats ben veranderd. Waarom doe ik dat eigenlijk? Vooral omdat we zien dat we op bepaalde plaatsen een kuil begint te komen. Uw voeder gaat veel meer uit elkaar door het woelen van de vis. En we krijgen veel meer zwemmers. Vandaar dan, als ik te zie dat ik te veel zwemmers krijg, dan ga ik een nieuwe plaats maken, 2 meter links, 2 meter rechts, maakt op zich niet uit. Het is een beetje zoeken waar de vis gaat komen. Maar de tip die ik wil meegeven is, durf veranderen van plaats. Als je te lang op die plaats gaat blijven vissen, ga je zien dat je beet volledig gaat wegvallen of enkel die zwemmers blijven komen. En we hebben nu gezien door het veranderen van plaats, dat we elke keer terug opnieuw die bijters krijgen. Dus waarschijnlijk op die andere plaats zien we nog altijd wel reactie, zien we nog altijd wel belletjes. Dus er zal altijd nog wel vis komen. Maar de kans dat je een bijter hebt is kleiner dan op je nieuwe plaats. Dus zeker durven veranderen van plaats. Bij deze nog een mooie spiegel om het dagje te eindigen. Het was een superleuke dag. We zagen wel op plaats dat de vis meer en meer kwam natuurlijk. Wat ook normaal is bij zo'n dikke vissen. Ik hoop dat jullie het uit geleerd hebben. En eindelijk kunnen de wedstrijden terug starten. Dus ik wens iedereen veel succes bij de komende wedstrijden. Alvast bedankt om te kijken en tot binnenkort.